Goedenavond en welkom bij de vierde uitzending van Hoi Journaal Corona in Hellendoorn. Een hartelijk welkom aan de gasten van vanavond, burgemeester Anneke Raven van de gemeente Hellendoorn en mevrouw Jetmars, voorzitter van Stichting Dorpshuis in Haarlem. Straks schuift nog aan de heer Martijn Kelder en hij is directeur van basisschool De Veenbrug in Daardeleveen. Iedere 14 dagen zitten we aan tafel met onze burgemeester. We praten weer over de actualiteit van nu. In de vorige uitzending spraken we onder andere over de situatie in de verzorgingstehuizen. Vanavond gaan we praten over de basisscholen in onze gemeente. Na de meivakantie starten ze op 11 mei weer op. En we praten over de sport en sportaccommodaties. Kunnen zij deze situatie nog lang volhouden? Burgemeester, goedenavond. Wat is op het moment de situatie in onze gemeente? We hebben net even wat getallen doorgenomen. We hadden 87 ziekenhuisopnames, zag ik. Nee, 87 besmettingen zijn geregistreerd. Besmettingen, ja. En dan hebben we het over 30 april, dat is het cijfer dan. En dan zijn er 8 mensen in een ziekenhuis en 4 zijn overleden. Ja. Maar goed, achter elk getal zit natuurlijk heel veel verdriet en leed. En ook spanning, want je weet niet precies hoe de ziekte zich gaat ontwikkelen. En dat is nogal eens verschillend. Weten we ook hoeveel mensen er precies in het ziekenhuis liggen nu hier? Of op IC? Dat, volgens mij wordt dat niet echt bijgehouden. Nee, dat wordt niet bijgehouden. Nee. Er zijn dus 8 in het ziekenhuis, maar of die op de IC liggen of niet, dat weten we niet. Nee. Ja, maar je weet ook met deze ziekte dat het zomaar ineens heel erg kan verslechteren. En sommige mensen hebben bijna geen klachten. Dus getallen zeggen wat dat betreft niet zoveel. Want ook niet iedereen wordt getest. Nee. En dus ook niet alles wordt in die zin geregistreerd. Er kunnen ook meer overledenen zijn dan dat we nu kennen. Want het is eigenlijk alleen degenen die getest worden meegenomen in deze statistieken. Ja, en echt geregistreerd. Ja, dat klopt. En de tehuizen, we hadden het even over dat de tehuizen, tenminste 14 dagen geleden ging het goed. Ja. Redelijk goed. Er is nu toch een kleine verandering, heb ik begrepen van u. Ja, en met name in de Blenken, daar zijn nu wel mensen corona besmet. En daar is meteen rigoureus het aangepakt. Daar is een hele verdieping, is nu een coronaverdieping gemaakt. En de mensen die geen corona hebben, die zijn overgebracht naar Krunnesommer. Dus om ook te zorgen dat het echt ingedampt wordt. Dus echt heel rigoureuze maatregelen genomen nu. Ja, maar ik denk dat dat ook de beste oplossing is om te doen. Zodat je probeert ook het in te dammen. En te zorgen dat ook mensen dat het zich niet uitbreidt. Ja. Worden er nu nog meer mensen getest dan bij de Blenken? Of niet? Nou ja, het personeel wordt sowieso. Hè. Als je klachten hebt, word je getest. Dat is het lastige natuurlijk. Je kan pas testen op het moment dat er klachten zijn. En dan worden mensen getest. Dus, maar ook die mensen die in de buurt zijn geweest van die mensen die besmet zijn geraakt en die zelfs geen corona hebben, zijn er wel uitgehaald. En die worden 14 dagen in quarantaine gezet. Want je weet maar nooit. Hè. Nee. Dat wordt ook gedaan. Nee. Hoe is het in Haarlem? Weet u dat zo, mevrouw Maas? Wij zijn tot nu toe aardig gespaard gebleven. Bij mijn weten is er niemand overleden. En zijn er op één hand te tellen wat mensen ziek. En die hebt eigenlijk allemaal in de zorg opgelopen, denk ik. De zorg, dat zie je ook in de kranten. Het zorgpersoneel is hier wel zwaar geraakt, denk ik. Ja. Zowel in hun functioneren, wat heel moeilijk is. Maar zij zijn ook wel, er zitten veel besmettingen. Ja, maar heeft dat ook nog te maken met de beschermingsmiddelen die er wel en zo niet zijn? Ongetwijfeld, maar daar ga ik niet over. Nee. Ik vroeg me wel af hoe dat in de Blenken was. Hebben ze daar voldoende materialen? Ja, ze hebben voldoende materiaal en dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. En ze gaan ook de mensen die in de thuiszorg werken en daar zien dat mensen ziek zijn, precies, die halen ze naar Krunnesommer of de Blenken toe. Om ook te zorgen dat die goed verzorgd worden met alle beschermingsmiddelen enzovoort. Ja, heel belangrijk. Ja. Dat zal voor heel veel mensen ook een erge overgang zijn. Vooral wat kwetsbare mensen die niet ziek zijn, maar toch misschien wat dementerend zijn. Dus in één keer in een andere omgeving geplaatst worden. Als ze ziek zijn, hè, dan gaan ze daar naartoe. Dus, want dat is dan ook voor de thuiszorg beter. Dan hoeven zij niet deze mensen te verzorgen. Dus duidelijk. Ik wil even verder gaan en dan even richting herdenken en vieren. Dat gaan we volgende week doen. De 4e mei gaan we herdenken. 5 mei gaan we onze bevrijding vieren. 75 jaar vrijheid. Er zal geen stille tocht zijn. Nee, 4 mei is echt anders dan anders. Kijk, je mag de hele dag vlaggen. Dat is anders dan anders. Ja, is gewijzigd. Ja, dat is niet meer vanaf 6 uur. Dus dat is echt de hele dag. Er mag een krans worden gelegd. Dat mag bij elk monument gedaan worden. Alleen het moet voor 6 uur 's avonds. Je mag het tijdstip niet melden.
Want er mag geen publiek bij. Nee, en dus dat mag ook in Haarlem gebeuren bijvoorbeeld. Hè. Ik ga dat ook doen bij het monument tussen Nijverdal en Hellendoorn. Maar ik mag tijdstip niet melden. Ik ga ook een toespraak houden. Nou, ik ben blij dat Hoy dat opneemt. Verzof. Zodat dat ook uitgezonden kan worden. Ja. Ja, ik ben al wel aan het nadenken over het thema, maar ik kijk... Ja, dat is lastig nu, denk ja, ik. Ja, nou ja, ik heb wel vrijheid in gebondenheid en in verbondenheid. Mm-hmm. Daar ben ik een beetje mee bezig, omdat we zijn natuurlijk nu gebonden aan allerlei regels. Ja. Maar aan de andere kant zijn we ook heel erg met elkaar verbonden, omdat er zoveel mooie initiatieven gebeuren. We solidair zijn met elkaar, dus... Ja, dat gaat gebeuren. Overigens, wat ook op 4 mei wel van belang is, dat je de taptoe, dat moet echt om 8:02 om 8:00 in te luiden. Dus dat mag ook niet zomaar overdag op het moment als er ergens een krans wordt gelegd. Ik heb al ergens gezien dat ook de muziek al afgedrukt is, dus mensen kunnen het blazen. Maar echt 8:02 beginnen, dat echt om... 8:00 dan 2 minuten stilte, ja. En dat mag overal, dat mag vanuit je voordeur, dat mag overal gebeuren. Ja, ik zal het niet doen. 5 mei, dan gaan we vieren. Maar ja, is er wat te vieren? Ja, er is wel wat te vieren. Ja, maar... er zijn veel mensen die een vrije dag hebben, maar dat is het dan ook. Precies. Ja, en dat is wel heel anders. En er waren ongelooflijk veel activiteiten georganiseerd. Hè? Hellendoorn begon al op 2 mei met allerlei activiteiten. Reenactment zelfs. Zelfs bij de presentatie van het boek. Ja, dus er zouden heel veel activiteiten zijn. Ja, dat kan allemaal niet doorgaan. Nee, dat is ontzettend jammer. Maar ja, we weten wel waar we het voor doen. Ja, is er de Haarlem ook veel afgeblazen? Of gaat er niet veel alles, door? Alles. Ik zit zelf niet bij die organisaties. Maar ik kon mij voorstellen... Wij hebben vorig jaar in Haarlem 100 jaar de CRVV gehad. Ja. De veevoerfabriek. Ja. En die hadden in hun 100-jarig bestaan een vervelende gebeurtenis met een overlijden. Waardoor ze het hele feest een jaar opgeschoven hebben en hun 101-jarig bestaan hebben gevierd. En dat vond ik eigenlijk wel een briljante oplossing. Ja. En ik vroeg mij eigenlijk af, kunnen wij dit niet gewoon volgend jaar doen? Er zijn zoveel mooie dingen georganiseerd die niet doorgaan. Ik zou gewoon volgend jaar... doen. Ja, maar er wordt ook wel over 76 of 75. Dus beter dan in de herfst of zo. Ja, nee, dan moet je het een jaar uitstellen. Ja, dat is gewoon zo. Er zijn echt inderdaad heel veel mooie dingen. Ja, dat is wel ook weer lastig, want zijn we dan al zover dat we alweer zoveel kunnen? Ja, precies. Ik zou gewoon zeggen, volgend jaar 4 mei doen we het nog een keer. Want er zijn ook al die dingen op televisie. Op een of andere manier staat je hoofd er toch niet naar om al dat soort moois te volgen. Je kan nergens naartoe. Nee. Dus het is, ik zou echt zeggen, volgend jaar, jongens. Ja, nou ja, het is op zich een heel goed idee. Er wordt ook wel over nagedacht om dat te doen. Hè? Kijk, net als lintjesregen vorige week. Was ook anders. Aan de andere kant, het was heel anders. Maar daarmee was het bijna nog bijzonderder. En ik zal het nooit meer vergeten, hoor. En voor de mensen was het echt fantastisch. Ja, zo mooi zo. Ja, dat was ook echt geweldig. Een heel mooi... Ik heb de filmpjes gezien. Ja, dat was echt heel erg heel mooi. Ja. Dank u wel, burgemeester. Vorige week waren we te gast bij het Ravijn in Nijverdal om te kijken hoe hun met de situatie omgaan. Nederland is nu ruim 5 weken in de ban van de coronavirus. Ook sportverenigingen hebben hier heel veel last van. En we zijn hier nu bij het onderkomen van ZPC Het Ravijn. En bij me staat de voorzitter Jan Poppen. Vanaf dag 1, wat hebben jullie toen als vereniging allemaal moeten doen? Nou ja, voor ons als vereniging hebben wij... We hebben net als alle verenigingen eigenlijk een soort lockdown gekregen op het zwembad. Maar we hebben heel veel telefonisch overleg met elkaar. En er zijn een heleboel vragen voor ons. Wat gaat er gebeuren als het weer aan de gang gaat? We krijgen vragen van leden over contributie. We krijgen mensen zeggen, ja, we kunnen nu helemaal niet sporten. Zijn er andere mogelijkheden? Dus dat soort dingen zitten wij mee. 20 april, jongsleden, zijn de versoepelingen aangekondigd. Alleen, het treft, tenminste zoals ik het begrijp, jullie club... kan daar bijna niks mee? Nee, in principe, zoals ik het begrepen heb, is het hoofdzakelijk voor de buitensporten. We hebben daar vanmorgen met de andere bestuursleden hebben we daarover gesproken. In principe vallen wij daar niet onder, maar wij moeten nu in overleg met de gemeente, kunnen wij op het buitenveld wat gaan doen? Mogen wij misschien buitenbad gebruiken, maar dat is niet gevuld. Dus dat is een andere... Maar wij zitten met dat soort vragen, want wij willen onze leden eigenlijk wel wat bieden om weer wat te kunnen sporten. Ja, maar verwacht je bijvoorbeeld 20 mei dat er misschien toch weer voor de oudere teams, met name de 18+, dat die weer mogen trainen in het badwater? Dat hopen we wel, maar ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het
Ik denk misschien de jeugd tot 18 jaar, dat die vanaf 1 juni, net als de scholen ook weer, dat die nog mogen gaan trainen. Maar ik denk dat de volwassenen dit jaar niet meer trainen, of dit seizoen niet meer trainen. Hoe is de financiële situatie van de club nu, op dit moment? We hebben het dit jaar eindelijk voor het eerst een beetje op de rit, of afgelopen jaar. En we waren op weg naar een gezonde vereniging en nu komt dit op ons pad. Waarbij natuurlijk meteen de leden, die heel veel contributie in verhouding tot andere sporten heel veel betalen, ja. Vragen van, moet ik wel contributie betalen? Ja, ja, tot slot Jan, 20 mei houden wij nu maar even aan als datum, ja. Waar misschien enige een lichtpunt aan de horizon. Wat verwacht je zelf? Ja, gezien dat evenementen niet kunnen meer, in ieder geval tot 1 september, maar ik verwacht eigenlijk zelf wel dat het dit jaar gewoon niet meer gebeurt, want dan zijn ze over het grootste periode van de evenementen heen. Maar dat betekent ook dat je geen wedstrijden kunt spelen met publiek. En dat is, ik zou al blij zijn dat we in september gewoon weer met 2 teams en het tegelijk in het water kunnen liggen en een wedstrijdje spelen. U ziet dat onze burgemeester van tafel is gegaan. Aangeschoven nu is de heer Martijn Kelder. En hij is directeur van basisschool De Veenbrug in Daleveen. We gaan straks uitgebreid met hem praten. We gaan nu verder met mevrouw Mars. Mevrouw Mars, u bent voorzitter van Dorpshuis Haarlen. Wat zijn de activiteiten normaal gesproken in deze tijd van het jaar in het dorpshuis? Wat niet, zou ik maar zeggen. Okay. Ja, wij hebben een sportdeel, een sporthal waarin de kinderen van de school ook de gymnastieklessen hebben. Ja. Verder hebben wij een zeer actieve volleybalvereniging. Zijn er heel veel gymlessen voor kinderen. Hebben we zaalvoetbal, handbal, heel groot in Haarlen, heel belangrijk. Ja. Dat is er allemaal niet. En verder hebben wij in het buurthuisdeel, zeg maar. Sportorant? Sportorant, dat gaan we niet meer zeggen. Okay. De Veldkamp. De Veldkamp. En de Veldkampswijde. In de Veldkamp. Daar hebben we heel veel vergaderingen, overleggen, koren, muziekgroepen, yoga, wat al niet meer. Dat hebben we, het kaarten niet te vergeten, bingo. Is echt elke avond bezet. Soms moeten we echt neven kopen. Maar kunnen jullie dat financieel dragen nu? Dat we niks doen. Ja, want dat scheelt natuurlijk inkomsten. De verhuur gaat ook niet door nu. Zeker. Dus de zaalhuur heffen we niet natuurlijk. Nee. Want er is geen zaal verhuurd. Ik denk dat wij... Natuurlijk is het vervelend. Maar wij hebben minder vaste kosten dan een horecabedrijf. Okay. Wij doen alles met vrijwilligers. Mm. Door Haarlenaren zelf ingevuld. We hebben een aantal betaalde krachten. Die eigenlijk alleen de schoonmaak doen. En dat betalen we uiteraard gewoon door. Maar dat zijn niet enorme kosten. We hebben wat vaste abonnementen. Je telefoon, je televisie en al die dingen. Dat betaal je allemaal. Maar jullie hebben nog wat verder op de botten, begrijp ik. We moeten wel, daar kom ik het dan zo wel op terug. Maar onze vaste kosten zijn denk ik minder dan van een bedrijf. Omdat wij gewoon heel veel met vrijwilligers doen. Dat scheelt enorm. Dus we hebben geen inkomsten, maar ook niet per se heel hoge kosten. Maar kunnen jullie dat dan uitzingen? Ik ga gewoon ja zeggen. Okay. Ja, dat gaan we uitzingen. Ja, prima. Heeft jullie school ook een dorpshuisfunctie nog of niet? Nee, naast onze school zit het Trefpunt. En dat is dorpshuis. Ja. Dus, we zijn wel nauw bij betrokken. En ik heb ook wekelijks overleg met de uitbaten. Mm-hmm. Maar die liggen ook stil. Hetzelfde probleem. Ja. Ja, maar die werken ook met veel vrijwilligers of niet? Voor een deel wel, maar ze zijn voor een deel wel zo zelfstandig dat ze in principe alles zelf kunnen dragen. En dat is nu eventjes de vraag of dat mogelijk is. Maar wat ik zo hoor, dan ziet het er wel redelijk goed uit. Ja. Even teruggaan nu naar de sport, want de binnensport, het kan niet doorgaan nu. Nee. Ze mogen denk ik nu weer voorzichtig beginnen met trainen of mogen ze buiten, niet? Buiten. Ja, ik had hoop toen de scholen open mochten dat ze weer mochten gymmen bij ons. Maar dat moet buiten, dat kan buiten. We hebben een goede buitenaccommodatie, een kunstgrasveld. En de voetbal gaat gewoon op hun eigen voetbalvelden. En de handbalvereniging die normaal binnen traint, die gaat op de buitenvelden trainen. Ja, dat is ook contactsport, handbal. De kinderen mogen weer trainen. De kinderen, tot 12 jaar mogen de senioren helaas nog niet, maar de kinderen mogen weer gaan trainen. Dat is al hartstikke fijn dat die kinderen weer bezig zijn en ook elkaar zien en een beetje interactie hebben. Want ik denk dat iedereen zo langzamerhand stapelgek wordt. Dan hoopt u wanneer mag dat de rest weer mag beginnen, het echte. De week daarna, dacht ik. Niet? Nee. Dacht u? Hoopt u? Ik hoop dat het voortgaat. Ik zie in andere landen om ons heen ook dat er echt al hele planningen zijn van 2 mei dat, 11 mei dat, 1 juni weer voetballen.
Maar en dat geval... voorzie ik niet hoor, dat we het helemaal op datum vast gaan stellen. Maar ik hoop toch dat we weer naar normaal gaan. Goed, als ik dan luister, dat las ik vanmorgen een of andere topviroloog in Duitsland. En die had het zo specifiek over school. Over van, kinderen. Jongens, je bent gek dat je die toko's losgooit nu. Die voorziet echt problemen. Ja, dat klopt. Voorziet u ze op school? Nou ja, wij gaan uit van wat ons wordt aangereikt door de regering en door de RIVM. En dat volgen wij gewoon. Persoonlijk, ja, ik ben geen viroloog. Nee. Inmiddels denkt half Nederland dat hij dat is. Zo maar is het. Ja, ik wacht wel af wat experts mij vertellen en dan zien we wel. Zo is het. En die regels, bij jullie gaan wel strak naar je regels werken, dat begrijp ik. Ja, dat is overal zo. Zeker. Ja, meer kunnen we ook niet, hè? Nee. Dan hebben jullie ook al nagedacht van, nou, mocht je wel met 1,5 meter gaan werken, of dat dan vorm te geven is binnen jullie buurthuis? Nou, we hebben erg veel ruimte. Dus we hebben echt we hebben pas verbouwd vorig jaar. Wij zijn eigenlijk pas weer open. En we hebben ook, dat wou ik net even zeggen over die financiën. Wij kunnen dit wel even uitzingen. Maar goed, de Rabobank wil ook graag zijn geld terug. En dat gaat even nog, houden we even tegen, zeg maar. Nee, dit is flauwkul. Maar we hebben nog wel wat schuld af te betalen. Dus het moet niet al te lang duren. Deze. Maar is daar de bank toegevelijk in om te zeggen, oké, we trappen even zo. Hebben wij nu nog niet overleg over gehad. Wij denken ook bedrijven die het moeilijker hebben dan wij, die zijn eerst aan de beurt, zeg maar. Ja. Wij houden het wel vol zolang we dat kunnen. Maar als dat nodig zou zijn, dan trekken wij ook aan de bel. Maar wij proberen een beetje ook naar de oproep van de overheid. Van doe wat je zelf kunt, doe dat gewoon. En dan zijn wij niet degene die vooraan moeten staan, vinden wij. Maar op een keer moet je die schulden en de rente en aflossing wel gaan betalen. Ja. En als er geen inkomsten zijn, zal dat lastig worden. Ja, dus met een echte 1,5 meter economie, waarvan sommige mensen denken dat dat een nieuwe wereld wordt. Ja. Daar gaan we het niet meer redden, nee. Want dan hebben wij geen feesten meer en geen carnaval en geen popconcerten en geen muziekoptredens. Daar kan ik maar weinig bij voorstellen. En stel dat het wel een 1,5 meter samenleving wordt de komende jaren. Nou, dan gaan niet alleen wij failliet. Nee, gaan er een heleboel failliet. Ja. Laten we dat niet hopen. Nee, laten we dat niet hopen. Dank u wel in ieder geval. Graag gedaan. Bij de Leemkamp in Marle spraken we met een bestuurslid van MVV 69... over de omstandigheden bij de sport en bij het buurthuis De Leemkamp. We zijn hier bij Sportpark De Leemkamp, de thuishonk van MVV 69. Ook deze club heeft al ruim 5 weken last van het coronavirus. Ja, een club met 125 leden. Hoe gingen jullie vanaf dag 1 dat jullie te horen kregen van lockdown? Voor de clubs? We hebben gelijk als bestuur het besluit genomen om alles gelijk stil te leggen. Maar toen was nog de vraag van, er mocht misschien nog getraind worden. Maar het was nog niet helemaal duidelijk aan het begin. Het was nog voor die 15 maart. Toen hebben wij al de trainingen stopgezet. En toen echt die lockdown kwam, hebben we de leden via de mail en de sociale media op de hoogte gesteld van de gang van zaken. Ja, en dan komt die 20 april, waar iedereen zo op zit te wachten, de versoepeling. Voor de jeugd tot 12 jaar mogen ze buiten sporten en tussen de 12 en 18 op 1,5 meter afstand. Ja, hoe kun je dat bij MVV 69 toepassen? We zijn dan op dit moment nog als bestuur mee aan het kijken van wat gaan we daarmee doen. We willen vanuit het hoofdbestuur ook nog even een overleg met de jeugdcommissie. Hoe we dat gaan oppakken, of we het gaan oppakken. Ja, als je kijkt naar de kosten, want naast dat dit het honk is van MVV 69, zijn jullie ook eigenaar van dit buurthuis, De Leemkamp. Ja. Dus wat hebben jullie die afgelopen weken, je bent een soort horeca, misgelopen? Ja, in bedragen kan ik het niet precies zeggen, maar je mist hier toch een stukje zaalhuur vanuit het buurthuis. De voetbal mist zijn inkomsten elke zaterdag. Enkele sponsors die hebben al gezegd van we stoppen per direct. Dus het is een flinke kostenpost wat je nu gewoon misloopt. Hebben jullie gewoon ook al die tijd wel gewoon de contributie doorbreken naar de leden? Ja, de contributie is gewoon doorgegaan, maar dat is ook op advies van het KNVB. En bijvoorbeeld steun vanuit de gemeente, kun je daar iets vanuit verwachten? Nog niet, daar hebben we nog niets van gehoord. Dus, nee. En die pot, er was een pot van €4.000, eenmalig bedrag. Ja. Hebben jullie daar als vereniging daar ook een... Wij hebben daar een... Dat hebben we ook ingediend en dat is ook toegekend. Ja, hoe zie jij het scenario na 20 mei? Dat is nog moeilijk in te schatten. Kijk, half juni gaan normaal gesproken de velden dicht. Voor een periode tot eind juli. Half juli of eind juli weet ik zo niet precies uit mijn hoofd.
ja, wat gaat de gemeente daarmee doen? Worden de velden wel opgesteld of niet? Dus ja, ik heb al wel links en rechts van wat trainers gehoord die zo groot willen als is toch wel graag weer met de senioren willen beginnen. Maar ja, ook het scenario van zijn de velden wel of niet dicht. Dus dat zal ook nog meewegen in het besluit. Ja, het is voor jullie een moeilijke tijd, ook met een eigen honk en alles en een buurthuis. Dus ja, ik wens jullie heel veel sterkte en wijsheid voor de komende tijd. Ja, dank je. Zoals ik net al zei, is ook de heer Martijn Kelder bij mij aangeschoven aan tafel. En hij is directeur van basisschool De Veenbrug in Daleveen. Goedenavond. Goedenavond. De laatste weken hebben jullie op een heel andere manier les moeten geven. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, uiteindelijk wel. Of uiteindelijk, echt vanaf het begin wel goed. Een uitdaging, denk ik. Het was zeker een uitdaging. En ik denk dat er in 5-6 weken heel veel vernieuwing is neergezet waar je anders net zoveel jaren over zou doen. Konden de collega's allemaal in één keer snel oppakken? En de kinderen natuurlijk ook, maar niet eens snel. Eerst is altijd de collega's. Ja. Nee, als ik kijk naar mijn eigen collega's, die hebben echt heel snel geschakeld. Heel snel alles toegepast. Nieuwe dingen gaan ontdekken. Ja, vooral het digitale vaardig. Ook nog echt erop gaan richten en zichzelf ter eigen maken. Ja. Maar ook de kinderen en de ouders ook niet te vergeten. Want die moesten natuurlijk ook een hele stap maken. Ja, en dat is bij die ouders ook. Maar ik las laatst wat dat ouders het meer last van hebben om hun kinderen bij te staan. Vooral de wat lager opgeleide. Maken jullie zulke dingen mee? Ja, dat maken we ook mee. En als ik voor mezelf kijk, heb ik ook 2 kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan een groep van 30 kinderen andere kinderen lesgeven is makkelijker dan aan 2 van jezelf. Toch wel. Ja. Maar dat maak je wel mee. En dat probeer ik wel zoveel mogelijk te ondersteunen. Ja. En ik denk dat wij aardig goed beeld hebben van hoe onze ouders in elkaar steken en wie er hulp nodig had op welke momenten. En de ouders die benaderen ons ook als ze ergens hulp bij nodig hebben. Mm-hmm. En we zijn in de ontwikkeling van het onderwijs wel zo ver gegaan dat we ook dagelijks contact met de kinderen hadden. Dat vooral de leerkrachten van de bovenbouw ook echt de lessen vanuit huis aan de kinderen rechtstreeks konden geven. Mooi. Dus ja, en dan ontlast je de ouders ook wel voor een deel. En de ervaringen ook van de kinderen, die zijn goed, vonden ze het leuk? Maar ja, ze gaan natuurlijk liever naar school toe. Tenminste, dat zeggen ze nu. Nee, zeggen ze nu. Ja, dat is 7 weken geleden niet. Nee. Nu wel, ja. Ja. De ervaringen zijn van ouders, van leerkrachten en van kinderen positief. Ja, natuurlijk wil je ze liever gewoon in de klas hebben. Ja. Maar naar de omstandigheden denk ik dat we heel mooi iets neer hebben gezet. En nu moeten jullie schakelen. Want 11 mei, dat is over ruim een week. Ja. Dan moet de school weer gewoon normaal open. Nou ja, normaal. Nou ja, goed, ook weer in aangepaste vorm. Maar in ieder geval, de kinderen kunnen weer naar school toe. Of moeten weer naar school toe. Ja. Mogen zelfs. Nee, vanaf 11 mei gaan wij met half bezetting. En half bezetting is dan de helft van de kinderen wat in de klas zit. We hebben de keuze gemaakt door de gezinnen tegelijk naar school te laten komen. En daarin een verdeling te gaan zoeken. Mm-hmm. En dat is wel redelijk gelukt om dan ook de helft te kunnen toepassen. Ze komen 2 dagen per week. Dus 4 dagdelen was ook minimum wat voorgeschreven is. En op die manier ontlast je de ouders ook voor een deel. Hebben ze weer mogelijkheid om naar het werk te gaan. De kinderopvang bij ons, kinderopvang IEP, wat in Daleveen gevestigd is, die sluit ook bij ons aan. Zodat kinderen ook weer naar de kinderopvang kunnen als ze van school komen op die dagen. En ik denk dat we daarmee wel weer mogelijkheden gaan creëren, ook voor ouders om hun werk vooruit te voeren. Ja. Weet u of ze dat in Haarlem ook hebben gedaan? Gezinnen clusteren, zou ik haast zeggen. Ja. Maar dat kinderen uit één gezin tegelijk naar school gaan, dus dan niet de zoon de ene dag moet en de dochter het andere dag deel. Dat weet ik niet, maar ik vertrouw er geheel op dat ze dat daar ook bedacht hebben. Want dat is natuurlijk een heel verstandig gemaakt. Er zijn ook de richtlijnen die vanuit de regering gegeven zijn. Scholen mogen dan wel vanaf gedaan. Als scholen zelf goede redenen hebben om daar vanaf te willen wijken, dan is er een mogelijkheid voor. Een aantal scholen in de gemeente Helmond doet het ook wel. Ja. Maar wij volgen gewoon de richtlijnen. Ja. En dat is voor ons ook het meest praktisch. We hebben ook van tevoren overlegd met de medezeggenschapsraad van school, met de ouders. Van wat zou in jullie ogen de beste mogelijkheid zijn? Mm-hmm. En voor ons is het denk ik ook het meest handige. Maar ook op het moment dat de kinderen thuis werken op die dagen, hebben ze wel een videoverbinding met de leerkracht. Ja, dat wel. Want we hebben gewoon de laptop op het bureau staan en op het bord gericht. Dus we gaan nu dus 3 weken even uitproberen of het lukt. En fysiek lesgeven en ook op afstand lesgeven. Of daar ook een weg in te vinden is. Maar hoe gaan jullie het doen met de 1,5 meter regel? Ik bedoel, kinderen mogen die 1,5 meter regel gewoon overtreden. Die mogen bij elkaar zitten. Ja. Maar als leerkracht zul je toch weer die 1,5 meter. En als je dan op een displaytje moet kijken en de kinderen moet bijstaan van, dat lukt je niet op 1,5 meter. Zo meningsschappen zijn. Nee, we hebben de klassen, de boven- en onderbouw is natuurlijk een ander verhaal. Bij kleuters kun je, daarvoor kom je haast niet om 1,5 meter. En we proberen het zoveel mogelijk aan te leren. Maar dus kijk alleen maar naar de schoenen strikken bij die kleuters. Ja. En we hebben de ouders ook wel handrekening aangedragen van, dan trek comfortabele kleding aan waar zo min mogelijk werk mee is. Ja. Als ze nog niet kunnen strikken, klittenband doen aan. Ja. Dat je in ieder geval daar al wat mee hebt. Maar de bovenbouw dan? De bovenbouw, lokaal hebben we even anders ingericht dan normaal. De kinderen zitten langs de buitenranden heen. En wij hebben vrij grote lokalen. Dat is nu weer een keer een voordeel dat je in een oud gebouw zit.
De kinderen zitten langs de randen in, zodat de leerkracht vanuit het midden elk kind in principe kan zien en kan zien wat ze aan het doen zijn. Ja, ze moeten even draaien als ze naar het bord willen kijken, ja. Maar als ze zelfstandig aan het werk zijn... In de klas werken jullie dus niet met computers, ja, met kinderen? Ook. Ja. Maar een kind snapt iets niet op het scherm en dan moet de leerkracht komen. Kun je dan die anderhalve meter waarborgen? Nou ja, we hebben dus nu al een aantal weken geoefend met het afstandsleren. En via Teams kunnen ze nu vragen stellen, ja. En dat kunnen ze op dat moment ook gaan doen. Ja, okay. Maar ik denk zelfs de anderhalve meter dat de leerkrachten bij ons dat wel kunnen overzien. En ook kunnen zien wat de kinderen aan het doen zijn en waar de vragen zitten. Dus dat heb ik wel vertrouwen in. Ik wens jullie enorm veel succes en bedankt voor uw aanwezigheid. Dank je. Dit was Hoi Journaal Corona in Hellendoorn. Alle programma's worden gedurende het hele weekend op de oneven uren herhaald. Wilt u het nieuws van de gemeente Hellendoorn volgen en onze programma's terugzien? Kijk dan op onze website www.hoimedia.com. En like ons op Facebook. Hierna kunt u nog kijken naar een herhaling van Wat bezielt je met Pim Knopper. Ik bedank mijn gasten voor hun aanwezigheid in de studio en u thuis bedankt voor het kijken.